Open de vergadering. Geachte raadsleden, griffier, collegeleden, in dit geval één collegelid, en beste kijkers. Op 20 maart, jongsleden, sprak onze koning tot ons met de woorden: 2020 wordt een jaar dat ieder van ons zich een leven lang zal herinneren. Ik denk dat hij gelijk krijgt. Het maakbare leven in ons vrij en welvarend land, normaal het hoogste ideaal, is in enkele weken tijd en niet te vergeten achterhaalde werkelijkheid gebleken. Het zijn bijzondere tijden, waarin het coronavirus ons dagelijks leven en onze bewegingsvrijheid inmiddels stevig beïnvloedt. De toekomst is ons even ontglipt. Nog maar een maand geleden leek het coronavirus nog ver weg. De oordeelsvormende vergaderingen hadden net plaatsgemaakt en die vrijdag was de eerste voorronde van het scholendebat met de basisscholen. Een week daarna werd alles anders. Inmiddels lijken we ons aan te passen aan de maatregelen die door het kabinet zijn genomen. De straten zijn leeg, evenementen afgelast en winkels hebben hun bezoekersbeleid aangepast. Ook hier in het hart van de lokale democratie zijn de gevolgen merkbaar. Er worden boeken geschreven en films gemaakt. Maar een film zoals deze heb ik nog niet gezien. En al zou er zo'n film zijn, dan zou het een science fiction film zijn. Waarvan de aftiteling helaas nog niet in zicht is. Als deze aftiteling uiteindelijk komt, zullen we allemaal een rol hebben gespeeld. De een verdient hierbij de waardering door de stap die ze vooruit hebben gezet, zoals onze zorgmedewerkers, nooddiensten, vakkenvullers, ambtenaren, etc. De ander verdient het respect, omdat ze soms noodgedwongen een bijdrage hebben geleverd om het virus in te dammen door een stapje terug te moeten doen. Vandaag wil ik graag mijn grote waardering uitspreken aan u allen. Als raad, griffier, griffie, wethouders. Want hoewel vrijwel alle activiteiten en vergaderingen van de raad zijn afgelast of verplaatst, blijft u uw werk doen voor de Steenbergse gemeenschap. Ook u zet een stap vooruit om daarmee uw volksvertegenwoordigende taak te blijven uitvoeren op geheel eigen wijze in strijd tegen de gevolgen van dit coronavirus. Samen staan we sterk en ik dank u wel. Welkom bij deze extra besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van Steenbergen. Ook een welkom aan iedereen die de vergadering vanuit thuis volgt. U ziet het, vanavond vergaderen wij in een gewijzigde opstelling en samenstelling. Met deze opstelling en samenstelling kunnen er besluiten genomen worden en wordt er voldaan aan de door de landelijke overheid gestelde richtlijnen en eisen. Om zo praktisch mogelijk te vergaderen, handelen wij vanavond allereerst de hamerstukken af die geagendeerd stonden voor de vergadering van maart. In dat kader stel ik voor om de hamerstukken niet eerst toe te lichten. Dit is al in de oordeelsvormende vergadering aan de orde geweest. Vervolgens spreekt u zich uit over het voorstel van het college om een steunfonds te vormen. En let op, u doet dit in tweede termijn. Hier kom ik straks op terug. Ik wens u allen een prettige vergadering toe. Ik ga naar agenda punt 2, het vaststellen van de agenda. Heeft er iemand opmerkingen op het vastgestelde agenda? Niemand? Al dus vastgesteld. Heeft er niemand aangemeld voor het spreekrecht? Dan ga ik naar agenda punt 4, wijziging van de gemeenschappelijke regeling veilig thuis. In de oordeelsvormende vergadering heeft u dit onderwerp aangemerkt als hamerstuk, al dus besloten. Wijziging in gemeenschappelijke regeling West-Brabant archief. Ook dit is in de oordeelsvormende vergadering aangemerkt als hamerstuk, al dus hierbij besloten. Bestemmingsplan van de Welbergse dijk 20a. In de oordeelsvormende vergadering heeft u dit onderwerp ook aangemerkt als hamerstuk, al dus besloten.
en de wijziging van de APV is door u in de oordeelsvorige vergadering ook aangemerkt als hamerstuk. Aldus ook besloten. Dan ga ik naar agendapunt 8, het steunfonds voor het coronacrisis. Door de huidige omstandigheden komen meerdere doelgroepen in onze samenleving in de knel. Inwoners hebben te maken met kosten die zij niet hadden voorzien. Maatschappelijke instellingen die inkomsten mislopen vanwege sluiting. En ondernemers die nog maar nauwelijks inkomsten ontvangen. Maar zich wel geconfronteerd zien met vele vaste lasten. Binnen de bestaande begroting is er ruimte om op korte en middellange termijn voor deze doelgroep de ergste nood weg te nemen. Het steunpakket, zoals dat inmiddels bekend is, kan een broodnodige aanvulling bieden op de reeds bestaande voorzieningen. Niemand kan echter voorspellen hoe lang deze crisis duurt. Om hierop voorbereid te zijn, wordt voorgesteld om een steunfonds te vormen van 1 miljoen euro om op de lange termijn ondersteuning te bieden. Vanwege dat dit fonds gevormd wordt uit de algemene reserve, is het aan de Raad om hier toestemming voor te geven. Zoals met u afgesproken heeft u uw technische vragen inmiddels ingediend en heeft u hierop antwoord ontvangen. En zijn van alle fracties ook de eerste termijnen ontvangen en ingediend. Ingediend en ontvangen, zo. U heeft ook de eerste termijn ontvangen van het college. Daarmee is de eerste termijn afgehandeld. Deze stukken zijn toegevoegd aan het agendapunt. Wij gaan dus nu de tweede termijn in. En ik kijk even rond wie ik daarvoor het woord mag geven. En ik neem aan de fractievoorzitters. Ja? Ja, gaan we het gewoon zo doen. Dan geef ik als eerste het woord aan de heer Remerie. U mag dat van uw plaats doen. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, volgens mij mag ik niet dat ding naar binnen. Ja. We zien wel. Oh, dat mag wel. Oké. Okay. Ja, dat is misschien wat beter voor de verstaanbaarheid. Voorzitter, ten eerste willen wij vanuit gewoon lokaal sterkte wensen aan degenen die nu met het coronavirus zijn getroffen, de directe familieleden. Als ook degene die daar direct mee te maken hebben in het ziekenhuis, IC's, verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast wil ik vanuit onze partij ook de complimenten en de waardering uitspreken naar enerzijds het college. De ambtenaren voor het harde werken wat ze doen, wat je ook ziet in dit hele stuk. Om alles voor elkaar te krijgen, alles, de hele crisissituatie zo goed mogelijk onder controle te krijgen, hulp te bieden daar waar nodig is. Maar goed, die waardering als gewoon lokaal wil ik ook uitspreken naar jullie als alle partijen. Dus ja, tot de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de Volkspartij. Dat we daar met alle krachten wat we in ons leggen om hier zo goed mogelijk een goed eind aan te brengen. En in ieder geval de mensen te ondersteunen daar waar we kunnen doen. En natuurlijk als laatste en wellicht degenen die het hardst nodig hebben, onze bewoners en burgers en de verenigingen die hierdoor hard getroffen worden en die we met de juiste maatregelen zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Dus dat wil ik als eerste in ieder geval als partij naar voren brengen. Gezien de korte tijd, ik ga nu even in, maar zit inderdaad in de tweede termijn. Gezien de korte termijn waarop en de snelheid waarmee alles op ons afkomt, het werkende leven, et cetera, erbij, zal het wellicht misschien hier niet en daar een altijd logisch verhaal zijn. Ik hoop dat we in ieder geval de standpunten goed naar voren kunnen brengen. En probeer het zo kort mogelijk te houden om zo snel mogelijk verder van dienst te zijn. Zoals ik al aangaf, vinden wij het over het algemeen heel goed voorstel. Daar kan ik niet natuurlijk punt op punt ingaan. Er zijn nog een paar zaken waar we nu wat nader in willen gaan. En die zal ik gewoon punt voor punt opnoemen. Dat is al net even aangegeven. Even kijken, dan ga ik op het volgende punt wat we willen aangeven, of waar het mee begint, is het steunpakket van die 1 miljoen euro. Hoe moet ik dat even aangeven? Wij zijn groot voorstander van dat budget. Om daar op een gegeven moment iedereen daarmee te steunen. Dus daar zijn ook een aantal maatregelen komen eruit voort. Aan de andere kant is nog heel veel op dit moment niet duidelijk. We moeten dat inzetten. We willen daar het college ook de vrije hand in geven. Maar aan de andere kant is het ook belangrijk, ook in deze tijd, zeker misschien juist in crisis,
om op een gegeven moment wel controle te houden. En op een gegeven moment als raad, want we willen het op een gegeven moment samen als raad doen. Samen met het college wil je op een gegeven moment beleid ontwikkelen. En omdat daar het maximale uit kan komen, dat je dan de maximale kracht naar voren hebt, is het wel belangrijk dat er tussentijds op verantwoording komt. Dus je kunt op een gegeven moment zeggen van we geven een miljoen en die geven de, maar we willen tussen, dat hebben we ook aangegeven, we willen tussentijds willen controlestappen hebben. Dat we kunnen reflecteren met elkaar. Zijn we op de goede weg? Wat kunnen we doen? Kunnen we bijstellen? Niet om het college in de weg te zitten. Geen zins, want jullie doen goed werk. Dan moet je ook voor blijven zitten. Dus, maar goed, die tussenstappen is om even met elkaar te reflecteren. En daar met ons ideeën, vanuit ook van de raad, dat jullie daarmee geholpen en gesteund worden. Dus dat is het idee erachter om het gefaseerd te doen. Aan de andere kant geeft u in de uitleg, op de reactie als eerste termijn, geeft u daar een hele goede uiteenzetting over. We wilden daar een amendement voor indienen, om op een gegeven moment dat gefaseerd in stappen te doen. Maar goed, gezien uw uitleg vinden wij dat meer dan voldoende. U bouwt daar ook controle in en daar gaat het om. Het gaat juist om die controlemomenten die je tussentijds daar kan toepassen. Dus dat je kan zeggen van, er komt er een tussentijdse verantwoording en daarna kunnen we daar vragen over stellen. En dat is die waarborging die we als gewoon lokaal zoeken. Nogmaals, niet om iemand dwars te zitten, maar juist om het college te ondersteunen en samen betere ideeën te maken. Dus kortom, ik denk dat daarmee het amendement voor ons overbodig is geworden, omdat u aangeeft het gefaseerd in te voeren. Dus u trekt uw amendement in? Ja, dan wordt het amendement daarmee ingetrokken. Omdat er een andere kant wel is aangegeven. En dat is wel het punt. Dan moet ik even kijken, want dat is even. Ja, dan heb ik, dat is altijd zo jammer als dat niet even goed allemaal in beeld heb. Dan moet ik uitkijken dat ik niet alles weer door de war gooi. Ja, kijk, dan wordt er op een gegeven moment aangegeven, en dat is wel het punt, dan geeft u in uw reactie aan, daarnaast zitten we in een situatie waarbij de mogelijkheden om gezamenlijk te vergaderen zeer beperkt zijn. Dat klopt. En daar hebben we ook begrip voor, alleen dat mag nooit een reden zijn om verantwoording te ontlopen. Kijk, je moet altijd, juist in deze tijd, moet je goed transparant zijn, dus... Dan, kijk, er zijn andere methodes om dat te ondervangen. Dus dat wil ik wel met klem toch weergeven. Van dat het wel een punt is, ook straks, we weten niet hoe lang die crisis blijft duren, hoe lang dit voortgaat, dat er wel goede momenten zijn dat we als raad ingelicht worden, maar dat we ook controlemomenten hebben en actiemomenten vanuit onze kant. Eens even kijken. Want dan heb ik dat. Dan heb ik dat punt van de amendement heb ik gehad. Dan hebben we nog een punt betreffende, en dat is eigenlijk een idee wat ik eigenlijk voor wil leggen, gewoon een vrijblijvend idee naar alle raadsleden, ook ter ondersteuning aan het college, is op een gegeven moment, je hebt natuurlijk, nu zit je in de crisis, straks ga je uit de crisis. En dan komt er het punt van, zijn we dan op een gegeven moment klaar? Of kunnen wij alle belemmeringen wegnemen om op een gegeven moment volle vaart vooruit te gaan en ons bedrijfsleven optimaal te bedienen? Dat wordt natuurlijk altijd een ander gedaan. Nu wordt er op een gegeven moment bedrijven ondersteund. Met allerlei manieren, particulier worden ondersteund, bedrijven worden ondersteund. Maar goed, je kunt ook op een gegeven moment nu gaan nadenken, ik noem maar iets, over de Europese aanbestedingen. Hoe kunnen we juridisch alles zo krijgen dat we straks op een gegeven moment die belemmering goed in het oog hebben, dus dat we daarna ook stappen vooruit kunnen maken. Maar goed, zijn er op een gegeven moment op dit moment, of kunnen wij investeringen die we nou toch in de toekomst willen gaan plannen, op basis van recreatietoerisme, kunnen we die iets eerder naar ons toe trekken, waardoor we straks op een gegeven moment na die crisis heel snel op een gegeven moment alles naar voren kunnen halen en kunnen zeggen, nou, hier heb je om juist die plaatselijke bedrijvigheid te ondersteunen. Dat is een idee wat ik heb neergelegd. Dat wil ik eens vragen. Als dat al geregeld wordt, wordt dat geregeld. Maar ik kan me voorstellen dat je nu die tijd ook kan gebruiken om straks voortvarend verder te gaan. Dus dat is een idee wat ik wil opperen. Daar hebben we eventueel een motie voor die ik dadelijk kan indienen. Maar goed, daar hoor ik graag anderen over hoe daar het college ook in staat of hoe dat ondervangen kan worden voor de toekomst. Daarnaast hebben we nog een tweetal vragen, of in ieder geval hebben gesteld. Dat was nog niet helemaal waar we dat tevreden over. En dat is het feit. Moet ik weer even een ander blaadje gaan zoeken? Ja, sorry allemaal. Maar dat is allemaal. Dat betreft de beantwoording betreffende. Wij merken vanuit de burgers
En die bellen, heel veel bellen, die gaan die bellen op een gegeven moment naar de vraagwijzer. En die vallen eigenlijk niet in de ene regeling of die vallen niet in de andere regeling. Dus die vallen eigenlijk min of meer tussen wal en schip. Nu is het de vraag, kijk, en dat merkten wij uit eerste termijn, konden we daar niet goed halen. Of er op die groep mensen die eigenlijk tussen wal en schip vallen, dus die wel bellen met vraagwijze voor specifieke antwoorden, maar die niet direct geholpen kunnen worden, zijn die in zicht? Of wordt dat bijgehouden dat die mensen wel gemonitord worden, met name de vragen die gemonitord worden, om daar juist later eventueel, mocht die mensen toch hulp nodig hebben, dan kunnen gaan kijken of die mensen optimaal in hun behoefte of in die hulp, in die nodig, kunnen voorzien. Dus daar wilden we eigenlijk nog meer een duidelijkheid over hebben. Daarnaast is er ook nog een vraag, of in ieder geval een vraag, maar dat stel ik eerst, daar hebben we ook een motie voor voorgesteld, indien nodig, en dat betreft de motie bevoorschotting. Dat komt eigenlijk ook uit de beantwoording van de eerste termijn vanuit het college, komt er eigenlijk ook niet goed naar voren. Wat houdt dat in, die bevoorschotting? Is dat op een gegeven moment bedrijven die kunnen vanuit de overheid steun krijgen van, volgens mij even uit het hoofd gezegd, 4.000 euro. Nou kan het zo zijn natuurlijk dat door alle de overheid, de landelijke overheid is natuurlijk heel volop bezig met dat allemaal in te rekenen, maar dat kan even duren voordat daadwerkelijk contant dat geld betaald wordt. Mochten daar op een gegeven moment die bedrijven daardoor in de moeilijkheden komen, is ons voorstel dat ze van de gemeente Steenbergen die 4.000 euro vooraf krijgen met de voorwaarden. Hè, dus dat toegekend is, maar dat je gelijk... Trustee Bali. Ja, dat is eigenlijk puur uit coulance. Ik krijg vanuit thuis en andere huizen de berichten dat de uitzending erg slecht te volgen is. En ik doe het er even tussendoor, want u kunnen ze ook niet horen, vrees ik. Het zijn zwarte beelden en ja, aangezien dat de enige manier is om de vergadering te volgen, is het misschien wijselijk om even te schorsen en te checken wat er aan de hand is. Als het niet opgelost kan worden, ja, moet je toch even over nadenken. Anders kan men het niet volgen. Voorzitter, dat is een aanvulling. Mijn achterban appt intussen ook dat het wel kan als het via het webpagina van de Raad gaat van Steenbergen. Met RIS gaat, dan gaat het wel goed. Dus we hebben ook die klacht gekregen van onze achterban. En Michel Lambers heeft gezegd, doet via het RIS. Maar u heeft het over de slotsuitzending of over internet? Ja, via tv. Dus iedereen die het via tv volgt, kan het nu even niet volgen. Oké, dat begrijp ik. Via internet kan het wel gevolgd worden, begrijp ik. Kijk even, weet iemand? Ja? Ja, dus dan voldoen we in ieder geval aan de openbaarheid. Dus daarmee kan de vergadering doorgaan. Ik kan even aan de bode vragen of ze even bij de slots de melding doorgeeft. Zodat ze daaraan gaan werken. En dan stel ik voor dat we doorgaan. Heer Remery. Dan ga ik door. Dat betreft, en ik hoop, ja, sorry, ja, dat voor de bewoners of voor de burgers, ik hoop dat ze het dadelijk wel kunnen volgen. Nog één punt, dat betreft die acute bevoorschotting. Dus daar gaat het erom als de landelijke overheid laat betaalt, dat de gemeente het voorschiet. En dat de bedrijven van tevoren met de gemeente afspreekt dat zodra dat eigenlijk het bedrag wat er later toegekend wordt door de overheid direct doorgestort wordt naar de gemeente. Dus de gemeente loopt daar financieel geen enkel risico mee. Maar de desbetreffende bedrijven zijn daarmee wel direct geholpen. Dus dat is eigenlijk een voorstel wat we willen doen. Kijk, dat kan ook zeggen dat de college dadelijk zegt van, nou, dat is prima, dat is een goed idee. Of dat willen wij al zo, dat is prima. En anders hebben we daar eventueel een motie voor om dat zo naar voren te brengen. Nou, dit zijn eigenlijk de belangrijkste punten die ik vanuit de reactie vanuit de eerste termijn van het college wil aangeven. En dan wachten we dan dat de reacties dan weer verder op af. Tot zover. Dank u. De heer Bali deed net al. Het is een tweede termijn. Ik wil u even herinneren. U mag dus ook gewoon interrupties doen. Gaat u niet staan, dus ik stel voor dat u dan even, zoals net gebeurde, even uw hand opsteekt. Bij het jeugddebat steekt iedereen heel hoog de hand op. Dat hoeft u niet te doen. U kunt gewoon even een seintje geven. Ik geef het woord aan de heer Teneven. Voorzitter, dank u wel. Ja, in deze barre boze tijden hebben we als fractie van de Volkspartij afgelopen zaterdag digitaal vergaderd. Dat is een aanrader. Het ging eigenlijk heel goed en daar hebben we onze vergadering van vanavond
besproken. En de woordvoering is aan mij overgelaten. Enigszins vind ik het jammer dat we ons eerste termijn niet in kunnen brengen. Maar ik begrijp de snelheid en de aard van de antwoorden die u gegeven heeft. Dat u daarmee mee verder kunt werken. U heeft als college nog een compliment van mij te goed. En ik heb hem eerst aan mij gezegd. Als je een beetje goed begint, dan begin je met een compliment. Dan kun je daarna een kritische opmerking maken. Die heb ik ook gemaakt. En dan kun je afsluiten met een compliment. En ja, het zal eentonig worden hopelijk. Maar de compliment wil onze partij overdragen aan het volledige college. Met bijzondere opmerking van wet over financiën, denk ik ook. Al het werk, maar ook de ambtelijke organisatie. Want er wordt hier volgens mij knetterhard gewerkt om die gemeenschappelijke vijand weerstand te geven. En het zal voorlopig nog niet klaar zijn. En u heeft in uw inleiding gezegd, voorzitter, ja, je kunt er best trots op zijn dat we hier met elkaar zitten om, los van de politieke verschillen die we ook kunnen hebben, nu een belangrijke stap moeten nemen. En de fractie van de Volkspartij heeft ook in de eerste termijn laten weten dat we van harte instemmen met deze steunmaatregel die naast de landelijke overheid ook gemeenschapsgeld is, in willen brengen. Wel met goede controle en hopelijk geen fraudeleuze handelingen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand... Ja, daar misbruik van wil maken van de gulle hand van het overheidsgeld dat de gemeente beschikking stelt. En wij als raad hebben budgetrecht. En dit is een. We hebben gelukkig vlees op de botten. Dus we kunnen wat dat betreft ook snel handelen. En daarom willen wij niet zoals eerder gezegd is door andere partijen in de eerste termijn het in stukken knippen. We willen eenmalig het college die ruimte geven met dat miljoen. En dan willen we wel zeggen van kijk, daar is de lening, renteloze lening. Is het een gift en wordt er gewoon goed gekeken. Want je kunt met een miljoen mensen een euro geven. Of je kunt één man een miljoen geven voor één vrouw. Ik denk dat de verdeling daarvan aan uw college en uw ambtelijke organisatie te vertrouwen is. Ja, en eigenlijk heb ik voor de rest, we hadden in eerste instantie gesproken over het initiatiefonds. Dat zie ik nou niet met het voorstel staan, dus doen we het niet meer over te hebben. Dat had namelijk niet op onze steun kunnen rekenen, maar dit is wel. Tot zover, voorzitter. Nou, zou we eindigen met een compliment? Een compliment zal ik het nog een keer herhalen, maar dat een hele college, met name wethouder ook financiën en de ambtelijke organisatie. Dat was mijn compliment. Interactieert, Rijsman. Dank u. Even een vraag aan u, niet direct aan de heer Neven. Maar er is wel een amendement van de VVD en, ingediend. Moet daar niet een reactie op komen? Omdat het een tweede termijn is, wat u altijd doet. Ja, hij is wel ingediend, ja. Je hebt gelijk. Heel goed recht opgemerkt. Dus als u daar nog even reactie op kan geven, vraag ik het straks ook even aan de heer Remerie, omdat we in de tweede termijn zitten. Dat is het enige amendement / motie die ingediend is? Ja. Ja, oké. Okay. Dat is heel erg hard van u. Ja, dankjewel meneer Huisman voor de letterheid. Dus wat is het tweede termijn? Nu, de fractie van de Volkspartij gaat het amendement niet steunen. We zijn blij met het voorstel. We zijn wel benieuwd even naar de beantwoording van de wethouder wat hij van het amendement vindt. Maar wij zijn sowieso niet plan te steunen. Kijk nog even naar de heer Remerie voor het amendement. Nou, ik denk dat hij, daar moet ik even duidelijker in zijn, want volgens mij is die van de VVD en die van ons is eigenlijk bijna identiek. Dus ik heb al antwoord gegeven op hetgeen, is gewoon dat ik hem intrek. Dus dat geeft al aan dat wij op een gegeven moment akkoord zijn met de verantwoording die het college heeft afgelegd. Dus dan lijkt mij dat amendement overbodig. Of dat is overbodig. Voorzitter, mag ik daarop interperen? Maar u krijgt ook het woord. Ja, dus. Aan u het woord. Ja, dank u wel. Ja, dank u wel. Ja. In de allereerste plaats willen wij de mensen in het huis bedanken voor de antwoorden en de voortdurende informatie die wij doorgestuurd krijgen. En natuurlijk gaat ook de zorg van de VVD uit naar onze inwoners, bedrijven en verenigingen. En ieder die met dit kwaad te maken krijgt. Alle lof voor hoe snel er gereageerd wordt en er allerlei maatregelen al genomen zijn. Maatregelen die veel maatwerk vereisen. Zeker omdat we nu in een situatie verkeren die de meesten van ons nog nooit meegemaakt hebben. Het is een bijzonder zware en moeilijke tijd die we alleen met z'n allen maar door kunnen komen. Als we elkaar bijstaan en waar nodig, zonder hier allerlei vergoedingen voor te vragen, elkaar zoveel mogelijk te helpen. Ook dank voor de beantwoording van onze technische vragen en vragen in de eerste termijn. Die zijn voldoende beantwoord. We hebben nog een reactie op de eerste termijn van enkele partijen. Reactie op de D66. Waarom doet u de oproep om alleen lokaal te kopen?
dit gebeurt maar meer als er crisissen zijn. En in 1936 was het ook, was voor mijn tijd, maar heb ik gelezen, was de slogan: koop Nederlandse waar, dan helpen wij elkaar. En doordat veel landen dat ook deden, zijn we als Nederland een gedeelte van onze exportpositie kwijtgeraakt daarna. Want wat gebeurt er als andere gemeenten dat ook gaan doen? Dan zullen er geen mensen meer uit onze buurtgemeente bij ons gaan kopen. En niet alleen nu, maar misschien ook straks. En bovendien, dit werkt cliëntelisme in de hand. U kunt, u praat Europees, maar u doet het lokaal. Dat is iets van, ja, wat wij als VVD noemen, een beetje klein denken. Maar desalniettemin hoopt de VVD dat er meer gevoel ontstaat, wel voor lokaal kopen. En dat is lokaal geschreven als local. En dat is niet alleen in Steenbergen, maar voor een heel gebied in Zuidwest-Europa. Een andere reactie op de eerste termijn van de VVD. Of van D66. Waarom moet de Walvis dicht en de kerken niet? Dit valt toch niet uit te leggen? U zult zeggen de grondwet. Maar allerlei grondwettelijke rechten van ons worden nu ook opgeschort. En de SLOS, zover dat het lukt, zendt sinds vorige week heel belangeloos alle kerkdiensten uit. Interruptie, de heer Thuisman. Dank u wel, voorzitter. Op het eerste punt kom ik zelf in mijn eigen betoog op terug. Op het tweede punt met betrekking tot de kerken begrijp ik niet helemaal waar dit vandaan komt. In het betoog die dan D66 is, heeft het woord kerk volgens mij niet in staan. Althans niet in het geval hoe de VVD bedoelt. De heer Gommeren. Ja, daar zal ik even naar kijken. Kom ik even op terug, als dat mag. Ja? Dan een reactie op gewoon lokaal en college. Voorzitter, deze middag kregen we tot 2 maal toe een reactie op onze eerste termijn van het college. En in de ingetrokken beantwoording op onze eerste termijn reageerde het college op de gewoon lokaal motie stekken steken. En wij vroegen ons af, wat is dat voor een motie? Misschien een wietplantage? Wij hebben die motie niet gezien. Het intrekken van deze reactie is voor ons dan ook het bewijs dat gewoon lokaal een motie heeft gedeeld met het college die de oppositie niet heeft gezien. Hier spreken wij schande van. Dualisme. Is dit dualisme? En wij eisen dan ook dat deze motie openbaar gemaakt wordt. En dan de reactie op de amendementen. In de eerste versie wordt ook nog een reactie gegeven op het amendement van gewoon lokaal. In de tweede versie is de reactie op dit amendement weer verdwenen. Het amendement staat nog steeds op het ris. En waarom geen reactie op dit amendement van het college? Dit vinden wij vreemd, voorzitter. Mag ik daarop interroperen? Interruptie, heer Henry. Nou, ik denk dat ik het antwoord al gegeven heb. Ik heb hier drie... Kom maar even uw microfoon uit. Ik heb hier aangekondigd een amendement en 2 moties. Die heb ik ook in de eerste termijn benoemd. Of in ieder geval de tweede, eerste termijn. Daarmee heb ik aangegeven dat ik de ene amendement heb ingetrokken, omdat deze is achterhaald vanwege het feit dat vanuit de beantwoording vanuit het college. Dus dan zeggen we, nou, die trekken we in. Dus ten tweede heb ik dan op een gegeven moment die stekker steken, die motie heb ik hier nog liggen. Daar heb ik gewoon op een gegeven moment de toelichting aangegeven. Wat vinden jullie daarvan? Kijk, het is gewoon zo, amendementen en moties moet ik, zeker in deze snelheid van wat er nu op gehandeld wordt, omdat je geen oordeelsvormende vergaderingen dergelijke hebt, moet ik die op een gegeven moment al maken voordat ik de eerste termijn heb gezien vanuit het college. Die krijg ik dan 's middags binnen, tijdens mijn werk of wat dan ook, en dan moet ik daarop handelen. Dus ik moet deze, heb ik die van tevoren gemaakt. Nou, kijk, en nu heb ik ze bij. Dus u kan daar gewoon op antwoord geven, of meegaan of niet meegaan, mocht dat noodzakelijk zijn, maar ik heb ze gewoon eerlijk aangeboden. Ik kom eruit, gaat u verder. Ja, maar u zegt dat u die motie gemaakt heeft na de eerste termijn van het college. En het college antwoordt in eerste termijn erop. Ik heb ze van de week al gemaakt. En daarna, kijk, vanmiddag komt die reactie van het college erop. Dus wat ze van tevoren gedeeld met het college, moties? Wij hebben wel degelijk op een gegeven moment alles rondgestuurd. Dat is wel zo. Maar goed, het hoorde niet in de eerste termijn terecht. Want het hoorde gewoon hier gebleven te zijn. We hebben ze wel gestuurd om op een gegeven moment, mocht het noodzakelijk zijn, dat we ze dan gelijk verder konden zetten. Maar we hebben ze daarna teruggetrokken omdat we niet wisten of ze wel daadwerkelijk ging indienen of niet ging indienen. Alleen het amendement wilden we gaan indienen.
En die anderen waren achter de hand. Dus die kun je gedurende de vergadering kun je die indienen. Maar dat was niet meer nodig. Of in ieder geval, die heb ik nu aangekondigd om te wel of niet in te dienen. Meneer Gommeren, gaat u verder. Ja, voorzitter, ik ga er niet over kattenkoppen, maar de motie, u zegt, die hebben we rondgestuurd. Wij hebben hem in ieder geval niet gezien, dus. Nee, dat zeg ik net, omdat die dadelijk ingediend kan worden. Oké. Wat ik wel bijzonder vind... U wilt een interruptie doen? Ja, wat ik wel bijzonder vind, is dat u zo loopt de hakketak in deze situatie. Meneer Gommeren, gaat u verder met uw betoog? Ja, ik ga ook niet erover kattenkoppen, maar... Ja, ik wil wel zeggen, wij zagen vanmiddag ineens het amendement voorbij komen. En dan denk ik van, ja, het leek wel sprekend op dat van ons. Dus daar hebben we ook wel even op gereageerd. En daar hebben we reactie op terug gehad. En is het daarom teruggetrokken, dat weet ik niet. Dus, maar het lijkt eigenlijk niet op ons. Want waarom lijkt het niet op ons? Omdat wij eigenlijk zeggen, wij willen het hele bedrag van 1 miljoen ineens vrijgeven. Dat staat gewoon in ons amendement. En dit, omdat wij vertrouwen hebben in het college... En blijkbaar, u wilde het gefaseerd vrijgeven, hebben wij, omdat wij het helemaal ineens vrij willen geven, meer vertrouwen in het college dan uw partij. En wij vragen wel om verantwoording achteraf. Het gewoon lokaal amendement deed dat niet. En wij vragen na het bereiken van 250.000 euro ook om een doorkijk voor de komende periode. Ook dit deed het gewoon lokaal amendement niet. Dus de VVD, voorzitter, wil meer ruimte geven, maar vraagt wel om meer controle. En we zullen dan ook dit amendement ter stemming aanbieden. Interruptie. Interruptie, heer Emery. Het verschil is dat u zegt van wij willen wel het miljoen geven in vier stukken ophakken. En wij kijken na iedere 250.000 euro of dat we verder willen gaan. En wij zeggen wij geven het miljoen ineens vrij. U heeft mij horen zeggen... Als even één moment. Mensen proberen thuis mee te kijken. En die kunnen alleen degene zien die op dat moment spreekt. Dus dat betekent dat we even discipline aan moeten houden... dat als u spreekt, dan heeft u de microfoon aan, bent u in beeld. En als u een interruptie krijgt, wacht even tot u de interruptie heeft gekregen. Dan moet de microfoon van de spreker uit en dan kan u uw microfoon aandoen. Dan komt u namelijk in beeld. Dan kan de thuiskijker het ook volgen. Dus ik ga even verder. U had een interruptie. Krijgt u mij het woord, heer Emery. Kijk, als u het betoog goed heeft gelezen en daarna ook de eerste termijn of de tweede termijn in deze situatie, heb ik aangegeven dat wij ruimte willen geven, dat we niks tegen die 1 miljoen hebben. Dat kan zelfs nog wel verder gaan. Kijk, whatever it takes, heb ik aangegeven. Dus wat dat betreft zit u daar helemaal naast. Het gaat er mij om, en dat is het, dat je gewoon op een gegeven moment tussentijds wel mag afvragen. Kijk, hoe kunnen we dat tussentijds verantwoorden? En hoe kunnen we dat op een gegeven moment bijsturen? Dat is, als vind ik als volksvertegenwoordiger, een hele legitieme vraag. Omdat je gewoon... De heer Gommeren. Ja, voorzitter, ik heb het amendement denk ik dan toch wel verkeerd gelezen. Want in de vierde bullet van het amendement staat... het geld wordt gefaseerd in stappen van 250.000 euro gevoteerd. En de VVD zegt in te stemmen met het voorstel tot vorming van een steunfonds coronacrisis van 1 miljoen ten laste van de algemene reserve. En dat is duidelijk een verschil, denk ik. Dat was het voor u? Ja. Dank u. Dan geef ik het woord... Waar zijn we? André Weerdenburg. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, zoals wij het in onze eerste termijn al schreven... het is een ongewone tijd. Het is inderdaad nu een tijd van snel schakelen. En dat gebeurt. Zowel in de landelijke politiek als hier in huis. Als in de zorg. En voor iedereen... die hierbij betrokken is, hebben wij, zoals we ook al eerder schreven, hele grote waardering. En ik hoop van harte, met name richting de zorg, dat die waardering blijvend is. Met elkaar zullen wij onze prioriteiten moeten gaan bijstellen. En dat gaan wij vanavond ook doen door de vorming van een noodfonds van 1 miljoen euro. En ik ben blij met het antwoord van het college zoals wij dat vanmiddag mochten ontvangen... Ben ook, zij zeggen van na 250.000 euro heeft u de mogelijkheid om de piketpaaltjes eventueel opnieuw te gaan slaan. Daardoor blijven wij als gemeenteraad in Lied en kunnen wij bijstellen daar waar nodig.
Ik wil even ingaan op het voorstel van Gewoon Lokaal. Om eventueel deze tijd te gaan gebruiken, ook om te kijken naar de toekomst. Voor mensen, namen naar de economische toekomst, zoals ze net zeiden. Ik heb één vraag daarvoor richting het college. Hebben wij hier in huis op dit voldoende capaciteit vrij om dit te gaan voorbereiden? Want op dit ogenblik is er naar onze bescheiden mening toch wel heel veel capaciteit vrijgemaakt voor alle huidige problematiek. Het gewone werk gaat zover als mogelijk ook gewoon door. Dus er wordt wel een extra beroep op mensen gedaan. En we moeten kijken dat we mensen natuurlijk niet gaan overbelasten, want dan hebben we daar later geen profijt van. Dan het andere voorstel vanuit Gewoon Lokaal over de bevoorschotting. Daar hebben wij ook in eerste termijn al wat over geschreven. Want het CDA is bereid om mee te denken en gelden vrij te maken voor voorfinanciering, om een brug te kunnen slaan tussen de nood van de mensen en de uitbetaling van de Rijksoverheid. In het antwoord dat wij vanmiddag ontvingen van het college staat bij ondernemers van: er zijn op dit ogenblik bij ons geen ondernemers bekend die in aanmerking komen voor een steunmaatregel vanuit het Rijk. Mocht het wel zo zijn, dan ja, wij willen ons toch wel scharen achter het idee van Gewoon Lokaal. Dat wij graag wel willen dat de mensen dan eventueel tijdelijk even geholpen worden door de gemeente. Hoeft ons verder geen geld te kosten. Dit moet gewoon, denk ik, kunnen. Maar ik hoor graag daar uw reactie nog verder op. Dan heb ik één vraag en ik weet niet of dat hierbij past, maar ik stel hem toch. Dat is over de brief die wij vanmiddag mochten ontvangen van u, burgemeester. Dat er op dit ogenblik 67 aanvragen zijn van een situatie is bekend van ondernemers. Dus als ik het niet goed uitleg, dan hoor ik het graag van u. Op wat voor terrein moeten wij denken qua aanvragen? Ik heb er verder even geen direct beeld bij, vandaar dat ik even de vrijheid hier neem om dit aan u te stellen. Als het goed is, dan kunnen mensen op dit ogenblik een verzoek indienen en het zal ongeveer 2 weken duren voordat het Rijk overgaat tot beginnen met uitbetaling. Dus ja, we praten zeg maar over een periode van 2 tot 4 weken die wellicht overbrugd moeten worden. Goed, als dat ja, echt noodzakelijk is, dan vind ik dat wij daar als gemeente, indien mogelijk en het ook past binnen de wettelijke kaders, zoals u al eerder in uw brieven schreef, dan, of in het voorstel schreef, dan zijn wij er bereid om daaraan mee te werken. Dan tot slot, we hebben de afgelopen dagen met elkaar hard gewerkt aan al onze eerste termijnen waarvoor onze grote waardering. En een grote waardering richting het college voor de snelle beantwoording. En zoals ik het even heel vluchtig gezien heb, zijn voor mij gewoon echt nagenoeg alle vragen beantwoord. Daarvoor onze grote waardering aan het college. Tot zover in tweede termijn. Kunt u wel even reageren op het amendement? Met de wetenschap van nu zegt het amendement voor ons overbodig is en gaan we weer verder met het collegevoorstel. Dank u. En de vraag naar u zal beantwoord worden door de wethouder. Die neemt dat denk ik mee in zijn. Het woord is aan de heer Huisman. Dank u, voorzitter. Ja, het is al gezegd, het zijn hele bizarre tijden waarin we in dit leven. Meneer Wedenburg heeft een deel van mijn tekst al voorgelezen, maar ik herhaal het toch, want we moeten echt diep respect hebben voor de mensen die nu vechten tegen de coronacrisis. Maar voor nu en ook zeker voor later, want dat hoor je ook in om den landen. Voor het compliment aan het college met betrekking tot de beantwoording van de vragen en eigenlijk ook natuurlijk de ambtelijke organisatie voor het beantwoording van bijna alle vragen. Fijn. Een aantal opmerkingen. En even, ik wil even de vragen uit ons betoog met betrekking tot technische vragen beantwoorden. Daarna even over het amendement. En daarna over de willekeurige vragen die nog gesteld zijn, volgens mij eentje door de VVD. Beginnende met het onderwijs, met de taalachterstand. Want we hebben op een gegeven moment gesteld een vraag gesteld over het beleidskader van de laaggeletterdheid. En dat antwoord is wat te mager. En we hopen dat het college hier in tweede termijn wat meer bemoedigende woorden en actievere houding over kan spreken, zeker aannemen, om vooral de lees-, leer- en rekenproblemen in deze crisis aan te pakken. Met name, en dan is straks ook bij het volgende
punt voor mij. Met name over de leerlingen die al een taalachterstand hebben of die kansenongelijkheid kennen voor de crisis. Naar onze mening vindt D66 dat het college een iets te fleurig beeld heeft, naar omstandigheden uiteraard, voor de kwetsbare groepen in het onderwijs en leerlingen met taal- en rekenachterstand. We weten, en dat hebben we ook gezien en gelezen uit de technische beantwoording, dat het college contact heeft met schooldirecteuren, wellicht ook leraren of mensen in het onderwijsveld. Alleen het contact wordt ook gewaardeerd, hebben we gelezen. Daar gaan we uiteraard zeker van uit. Alleen we gaan een stap verder. Wat gebeurt er met de leerlingen die een achterstand hadden of kansongelijkheid al kenden voor de crisis? Komen die beter of op hetzelfde niveau of misschien, dat hopen we helemaal niet, slechter uit deze crisis? Dan ook nog even over die kansengelijkheid van leerlingen zelf. We vroegen om meer en vaker informatie, want een jaarlijkse stand van zaken is ons inziens te vrijblijvend op dit moment. Door deze crisis gaan die kansengelijkheid van kinderen op scholen, ze zitten nu niet op school, maar de weken dat ze nu thuis zitten, erg groot, die kansongelijkheid. Het gaat behoorlijk scheef. Graag horen we, vragen we, moet ik eigenlijk meer zeggen, een voorbeeld of een verbeterd voorstel. In plaats van het één keer per jaar een mededeling krijgen, een raadsmededeling over de stand van zaken met betrekking tot de kansongelijkheid. Het lijkt me toch wel zinvol, het lijkt ons wel zinvol, om daar meer aandacht op te vestigen. En in ieder geval de raad daarin mee te nemen. Voor ons is dit echt een te belangrijk onderwerp, zoals u begrijpt. Er is nog een vraag open over duurzaamheid met betrekking tot de initiatievenfonds. Die is nog niet beantwoord. Want er waren wat vragen over waarom er gekozen is voor het belangrijke aspect duurzaamheid niet in de aanvragen factor mee te laten wegen. Dus je hebt een aanvraag en je hebt bijna tot niets duurzaamheid in je aanvraag. Ja, dan wordt het gewoon goedgekeurd. Dat is even een nieuwe regel voor de crisis. Tevens missen we enige vorm van beantwoording met betrekking tot het lokale inkoopbeleid. Dat hebben we niet gekregen. Dan toch, her en der werd er al gesproken over de financiering vanuit voor het steunfonds. Vanuit de algemene reserve. Het gaat om de motie of het amendement, zal ik zo op reageren. Maar in de beantwoording uit de technische vragen bleek dat het technisch niet mogelijk was. Dat is nogal vaag. Het is technisch niet mogelijk om vanuit die 15 miljoen, die dan een soort stelpost is, daar een miljoen af te halen en dan terug te storten in het eigen reserve. Nou ja, als het technisch niet mogelijk is, dat is prima. Maar als het niet moet zoals het gaat, dan gaat het maar zoals het moet. En we willen daar toch het idee van de rest van de fracties over horen. Want we vinden toch dat het belangrijk is. We hebben onszelf opgelegd om boven die 2 miljoen te blijven. Ja, dat wordt toch wel heel kritisch. Terwijl aan de andere kant een investeringsstelpost is van 15 miljoen. Dat is toch vaag. En leg mij het maar uit dan. Hoe ik het moet uitleggen aan de inwoners. Even kijken, het amendement van de VVD. Daar wachten wij even in eerste, tweede termijn dan, toch op de reactie van het college. Want we horen nu verschillende verhalen. En het was natuurlijk behoorlijk vaag wat gewoon lokaal acteert. Want dan weer wel en dan weer niet. En dan weer zus en dan weer zo. En dan een motie en een amendement die er is, dan weer intrekken. En dan was een beetje onduidelijk vanmiddag. Dus we willen graag even dat ons college het licht laat zien. En even reageert op het amendement van de VVD. Dan nog even, toch nog even terug te komen over de twee verschillende eerste termijnen van het college. Want we hebben twee dingen ontdekt. Dat is die motie Stekken. Naar de inhoud, motie Stekken naar de corona. Die is wel beantwoord, maar niet ingediend. Dus een spookmotie. Nou, dat is duidelijk gegeven. We hebben het amendement van de gewone lokale verzenen. Wij vragen ons af, en dat vragen we dus aan het collegevoorzitter, wat voor veranderingen, wijzigingen in die twee voorstellen nog meer waren. Wij konden op dat moment niet meer wijzigingen zien, maar wij horen dat graag. Gewoon lokaal, ik heb opgeschreven, en ik hoop dat daarmee uw vraag is beantwoord, geeft de voorkeur aan de lokale ondernemers, mocht het plan doorgaan, uw suggestie.
interruptie, de heer Remery? Nou, wellicht dat ik het af kan maken. Want u vroeg, u stelde een vraag aan alle fracties. En daarop is het antwoord bij ons. Wij geven de voorkeur dan aan lokale ondernemers. Nee. VVD. Interruptie, de heer Remery. Oh. Nou, ik denk dat u bedoelt het feit van het idee om een projectteam te organiseren. Die gaat kijken welke stappen daarna gedaan moeten worden na de crisis. Om de plaatselijke economie zo snel mogelijk weer op peil te brengen. Dus welk idee ligt daar, maar ook welke belemmeringen. De belemmeringen zijn er en die als organisatie weg te nemen om snel voortvarend verslag te kunnen gaan. Dat was het idee vanuit gewoon lokaal, of dat een idee kon zijn. En daar kun je de plaatselijke economie inderdaad mee steunen. Ik weet niet of dat hetgeen is wat u bedoelt, maar daar kun je plaatselijk de bedrijven mee ondersteunen. Maar dat wil niet zeggen, en daar moet ik de VVD wel gelijk in geven, dat je internationaal altijd wel moet nablijven denken met wie je zaken doet en blijft doen. Want anders ben je als open economie, dat moet ik wel eerlijk toegeven, ben je wel afhankelijk van de hele wereld. De heer Huisman. Dank u, voorzitter. Dat brengt mij gelijk op de vraag van de VVD. En onze begrip heeft het kabinet gezegd van joh, zorg ervoor dat je zo min mogelijk in dit land vervoert. Nou is het advies ook van RIVM en dergelijke dat je zo weinig mogelijk vervoert in dit land. Dat je niet van Groningen naar Brabant toe gaat en andersom. Dat is één. En dat vinden wij al een goede reden om op dit moment te zorgen voor lokale. Houd het bescheiden hier. En daarbij geeft gelukkig de VVD op het einde van hun betoog aan van wij zien dat ook wel graag zitten dat de lokale ondernemers zoveel mogelijk hier aan het werk gaan. Dus ik ben blij dat de VVD hun vraag zelf beantwoord hebben. Dank u. Het woord is aan de heer Bali. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst u bedankt voor de vlijende woorden aan het begin van deze vergadering over dat wij alsnog doorgaan met ons werk als raadsleden. Maar ik moet u bekennen allemaal dat ik me soms eigenlijk best wel stilzittend voel. Ik weet eigenlijk niet zo goed of er nou echt zoveel is wat we kunnen doen. We doen natuurlijk ons best om in deze vergadering enige accenten toe te passen. Maar ons past denk ik ook wel de rol van het complimenteren van het college zoals de inzet tot nu toe is gevoerd. Want waar wij misschien met 10% van de informatie toch nog proberen wat accenten te leggen, probeert u met 50% van de informatie de hele gemeente draaiende te houden. En daarvoor zijn grote complimenten zeker op zijn plaats. U voortvarendheid bijvoorbeeld met het compenseren van ondernemers, maar vooral de snelheid waarmee de voedselbank heeft geholpen. We hadden er vragen over gesteld, maar u was het al lang voor. En nou ja, dat maakt ons toch zeer gelukkig dat voor de kwetsbaarste mensen in onze samenleving gelijk de meeste aandacht is. Dus u hoort het vol lof wat ons betreft. Het volgende onderwerp waar ik toch eventjes op wil terugkomen is huiselijk geweld. Mensen lopen nu meer gevaar om slachtoffer te worden van huiselijk geweld. Nu iedereen bij elkaar zit opgesloten thuis. En het college is daarom op zoek gegaan naar mogelijkheden om dat per app te rapporteren. Als je slachtoffer bent, kunnen we daar via een app mee aan de slag. Die moet nog ontwikkeld worden. Dus toen hebben wij gevraagd, als PvdA, kan dat dan in de gemeente-app? Nu hebben wij niet duidelijk te horen gekregen waarom dat niet mogelijk is. Alleen maar dat er nog geen app is. Ja, dat is heel vervelend. Dus ik vraag me af, waarom is dat niet mogelijk om dat tijdelijk in de gemeente-app te zetten? En wat is er wel mogelijk? We kunnen niet wachten tot er een of andere compleet nieuwe app is ontwikkeld. Want dat duurt te lang in deze crisis. Terwijl een app aanpassen van de gemeente, zodat mensen daar huiselijk geweld kunnen rapporteren, wel een mogelijkheid is. Dus daar even graag wat duidelijkheid over vanuit het college. En dan het volgende. We gaan vanavond hoogstwaarschijnlijk een steunfonds beschikbaar stellen. Maar dat doen we in de wetenschap dat mensen zoveel mogelijk zich aan de regels houden. Zoveel mogelijk de afstand bewaken van 1,5 meter. Maar ook zoveel mogelijk bijeenkomsten kleiner laten doorgaan. Of eigenlijk liever niet laten doorgaan. Alleen hoogst noodzakelijke bijeenkomsten gaan in aangepaste vorm door. En terwijl we met z'n allen massaal thuis blijven, terwijl jongeren streng worden toegesproken en er parkeerplaatsen worden gesloten omdat zij wel bijeenkomen,
Wat gebeurt er dan? Kerkelijke bijeenkomsten die kunnen wel doorgang vinden, zij het met 30 mensen. Dat is wat ons betreft werkelijk waar absurd. Dus we willen ook vragen. En daar vinden we dat grondwettelijke recht op vrijheid van godsdienst een hele vreemde in. Want het grondwettelijke recht op vrijheid en de vrijheid van vereniging, die grondrechten worden op dit moment ook opgeschort. En daar staan we volledig achter, maar daar kun je niet een ander grondrecht de uitzondering op maken. Dus we willen graag weten van de burgemeester of hij erop heeft aangedrongen bij de veiligheidsregio om deze kerkelijke bijeenkomsten ook af te gelasten. En of hij bereid is, als hij dat dan niet gedaan heeft, om met kerken die nog wel in onze gemeente bijeenkomsten organiseren, om met hen in gesprek te gaan en te verzoeken, dringend, zoals alleen een burgervader dat kan, om geen bijeenkomsten te organiseren. Want we moeten allemaal ons best doen en de kerken horen daar van harte bij. Interessant, heer Huisman. Dank u, voorzitter. Ik ben erg benieuwd wat de beweegredenen zijn van de PvdA om godsdienstvrijheid, wat een hoog goed is in dit land. Ja, je hoort het, goed van een democraat. Maar dat soort in te perken. En daarmee dat op te zadelen met onze burgervader. De heer Bali. Zoals ik net al stelde in mijn betoog, hebben we in Nederland ook nog eens de vrijheid van het recht op vrijheid is ook een grondwettelijk recht. En we hebben het grondwettelijke recht op vrijheid van vereniging. Die twee grondrechten worden opgeschort. Wij moeten allemaal thuis blijven. Alle bijeenkomsten worden tot 1 juni opgezegd en dan horen kerkelijke bijeenkomsten daar ook bij. Wij willen geen speciale status voor kerkelijke bijeenkomsten. Dat zijn reguliere bijeenkomsten. Voor veel mensen betekenen ze veel, maar andere bijeenkomsten betekenen ook veel voor mensen. Ik wil er wel even ingrijpen. Het onderwerp is noodfonds. We zijn nu een discussie aan het voeren over maatregelen die door de veiligheidsregio zijn opgelegd en besproken zijn met onze overheid. Ik heb helemaal geen bevoegdheid daarin, want we zitten in een grip 4 situatie waarbij de voorzitter van de veiligheidsregio de bevoegdheden heeft. Die heeft hij gemandateerd aan burgemeester, maar daar valt dit niet onder. En daarbij, u heeft er al genoeg over gezegd. Het antwoord is, ik ga daar niks mee doen. Ik volg gewoon de richtlijnen die ik moet volgen. En ik wil het onderwerp nu verder door laten gaan over het onderwerp wat op de agenda staat. De heer Van Es. Nou ja, u zegt eigenlijk dat we het er niet meer over kunnen hebben, dus ik zal het heel kort houden. Ik wil er alleen op wijzen, ik steun het punt van Bali van harte, dat in de landelijke pers vanochtend en ook gisteren al werd gewaarschuwd dat in bepaalde gedeelten van Nederland, waar een sterke concentratie is van actieve kerkgenootschap, met alle respect, nieuwe broeinesten ontstaan van corona. Scheiding van kerk en staat betekent gelijke behandeling. Al gezegd hebbende, de heer Bali, als u verder op door wil gaan, kunt u schriftelijke vragen indienen. Ik geef u het woord voor het agenda. Ja, goed, maar dan zou ik wel graag een reactie nog ontvangen. Als het dan niet over de veiligheidsregio kan, dat doe ik dan wel schriftelijk, over of u er zelf bij de kerken op kunt aandringen. Dat is volgens mij iets wat u wel kunt doen als burgemeester. Dus daar graag wel reactie op. Een steunfonds is er alleen maar op het moment dat we ons met z'n allen aan de regels houden. Anders komen we er niet. En dan over de financiën. Het steunfonds van 1 miljoen euro, dat steunen wij van harte. Zoals volgens mij ook al blijkt uit hetgeen dat wij in ons betoog hebben gezegd. Daarbij willen we dat ook gewoon gelijk in één keer toekennen. We hebben het in de eerste termijn ook al geschreven. Het college moet nu aan de slag kunnen met die gelden. Daarbij zijn wij wel voorstander van het feit dat er op periodiek wordt gerapporteerd en een kleine vooruitblik wordt gegeven, zoals de VVD in haar amendement schetst. Wat ons betreft mag dat zelfs na 2,5 ton bij iedere ton. En als het dan nodig is, komen we inderdaad als raad wel een keer extra bij elkaar. Maar om dat in delen te gaan toekennen, vinden we niet nodig. Dus het kan wat ons betreft doorgaan, het voorstel en het amendement van de VVD. Steunen wij. Waarbij we toch willen vragen aan het college om bij iedere ton te rapporteren en niet bij iedere 2,5 ton. Want dat kan best snel gaan. En het laatste financiële punt, daar hebben we ook nog niet helemaal goed antwoord op gekregen in de schriftelijke eerste termijn van het college. Dat gaat over de 15 miljoen. Wat ons betreft is dit, nou, het is volgens iedereen betreft een crisis.
Maar de gelden die daarmee gemoeid gaan, die moet je dan wel uit de reguliere budgetten halen. Dus op het moment dat we het uit de 15 miljoen die we gaan vrijmaken kunnen halen, moeten we dat doen. Volgens mij is het mogelijk. Dus nou passen we de regels aan van zo'n budget. Maar als je de komende 20 jaar 15 miljoen extra opbouwt, kun je daar ook periodiek geld uithalen. En zo gedurende de komende jaren weer extra geld opnemen. In die, misplaats. Dat is het antwoord voor de wethouder. Het is misplaats, dus ik doe het niet. De heer Bali, gaat u verder. Oké, dan kan het dus weer terug in de algemene reserve, vermoeden wij. Maar hoe dan ook, het is absoluut geen voorwaarde voor ons om voor te stemmen. Dus nogmaals, voor het voorstel, voor het amendement van de VVD. En volgens mij is dat alles waarover ik vanavond mijn stem hoef uit te brengen. Dus tot zover in eerste termijn. Veel succes, Allen. Tweede termijn, sorry. Veel succes, Allen. Het woord is aan de heer Krook, wethouder. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, laat ik beginnen met de complimenten die vanuit de Raad worden gegeven aan het college en aan onze ambtcommissie. Als u kijkt naar wat er op dit moment allemaal opgetuigd is op heel veel diverse fronten en waar het uiteindelijk bij elkaar komt onder voorzitterschap van onze burgervader, burgemeester, dan denk ik dat we ontzettend goed werk hier doen. Maar wat we ook wel zien, en dat ziet u ook en dat heb ik ook in mijn eerste termijn beantwoord, is dat er ontzettend veel in deze gemeenschap gebeurt. En ik denk echt, dat is wat wij voortdurend zien en bevestigen. En dat is ook wat voortdurend door onze burgervader in dit geval gecommuniceerd wordt richting onze samenleving. Beste mensen, u doet het fantastisch. En dat is wat we zien. Overal, in Steenbergen, maar overal in het land. Als je kijkt wat voor initiatieven er ontstaan om mensen bij elkaar te brengen, waarbij ook nog gerekend wordt gehouden met alle RIVM-richtlijnen, dan is dat echt hartverwarmend. Dus dank voor de complimenten voor ons, voor de ambtcommissie, maar bovenal richting onze inwoners. Voorzitter, nog een aantal vragen. Een aantal vragen zal ik voorstellen om daar nog schriftelijk op te antwoorden. Even kijken, de controlerende rol van de Raad. Het voorstel wat het college doet is gewoon de controlerende rol van de Raad bevestigen. Wij zeggen, geef ons de ruimte om te besteden. Na 2,5 ton komen we bij u terug. Leg u voor wat we gedaan hebben, onder welke voorwaarden, welke criteria. Maar we gaan wel gewoon door. En op het moment dat u vindt dat er geagendeerd moet worden, omdat het college scheve schaatsen schaatst, of omdat u uit de samenleving andere punten heeft waarvan u denkt dat is belangrijk, is het aan u en het presidium om een bijeenkomst bij elkaar te roepen. Het college gaat door want dat is wel een punt, dat is wat in het college natuurlijk ook voortdurend aan de orde is. We weten niet wat er op ons afkomt. En op het moment dat we een overschrijding hebben of acuut een uitgave moeten doen en op dat moment zeggen we nee, het kan niet, want we moeten eerst naar de Raad, dan belemmert dat ons in grote mate. En wij doen dit niet voor de samenleving, of wij doen het niet voor onszelf, wij doen het voor de samenleving. Dus wat dat betreft willen we heel graag voortgang erin kunnen houden. En wij rapporteren u bij voortduring. Voorzitter, daar even een vraag over, want dat hadden we gesteld in onze technische vragen. Stel dat er een wat grotere bedrijf dan gemiddeld veel geld nodig heeft en die heren gemeente Steenbergen gevestigd. We kennen een aantal grote bedrijven hier en die zou dreigen om te vallen. Komt dat ook uit dat 1 miljoen? En zo ja, dan is dat toch niet handig dat er met zo'n motie, met zo'n amendement van de VVD, of is dat dan wel handig met zo'n amendement van de VVD? Daar graag antwoord op. Wethouder Krook. Voorzitter, ik zou er anders op teruggekomen zijn, maar het is wat ons betreft heel simpel. Wij zullen de komende periode, dus op het moment dat u hier het fiat opgeeft, gaan wij meteen morgen aan de slag. En dat houdt in dat wij criteria op gaan stellen aan de hand waarvan wij geld uit kunnen geven. En ja, als er een miljoenenbedrijf is die miljoenen nodig heeft, dan hebben wij dat niet. Dus wij zullen rekening moeten houden met wat wij in onze zak hebben. We hebben niet dusdanig diepe zakken zoals het Rijk heeft. We hebben dit bedrag beschikbaar, dat zal het college moeten doen. Dus wij gaan werken aan die criteria en vervolgens zullen wij gaan kijken wat we moeten doen. En de suggestie vanuit de Raad is ook uiteraard bij het college bekend, is met name te kijken naar de 4000 euro die vanuit het Rijk als gift wordt gegeven. En ik snap de discussie, want als je nu inlogt op de website van RWO, dan zie je dat daar een wachtlijst is. Daar wordt nu aangegeven, probeer het later nog eens, want de site is overbelast. En wat als college wil voorkomen is dat met name de kleine bedrijven, horecabedrijven, dat die acuut in geldnood komen omdat ze geld nodig hebben. Dus de suggestie om te gaan kijken of wij kunnen bevoorschotten, dat doe je dan, hè? Dus je geeft
de 4000 euro aan een bedrijf met de voorwaarden op het moment dat zij vanuit de Rijksregeling gebruik kunnen maken, dat ze het dan terugbetalen. Inderdaad, daar lopen we geen risico. Maar dat soort punten zijn wel aan het nadenken. Dus dat is een onderdeel van de actie die wordt uitgezet. En het is ook een gegeven, hè? Dus als dat miljoen niet opgaat, omdat we alles op een andere manier weer terugkrijgen, dan is dit ook een ding. Dus wij willen voortdurend de miljoen gebruiken als voorfinanciering op het moment dat het nodig is. En als het nodig is voor de samenleving als geheel, ook gewoon uit kunnen geven. En in dat kader wil ik één opmerking maken, bijvoorbeeld over de voedselbank als voorbeeld. Daar staat nu 16.000 euro voor de komende 3 maanden. Maar mocht deze crisis veel langer gaan duren, dan, en wij moeten als gemeente daarin blijven voorfinancieren, zijn we binnen een jaar 60.000 euro kwijt. En ook dat is een onderdeel van een miljoen. Wat hebben we nu nodig wat we nu niet kunnen voorzien? Kortom, wij gaan met dat miljoen, de eerste kwart miljoen, aan de slag. Criteria opbouwen, die leggen we voor en gaan we benutten. En we komen daar om de, bij het kwart miljoen bij u op terug. Terugstuderen, Huisman. Ziet het college praktische bezwaren in de uitvoering omtrent het amendement van de VVD? Wethouder. Voorzitter, we hebben een antwoord gegeven op hoe wij het miljoen willen besteden. En volgens mij maakt dat dan niet uit of er een amendement ligt of niet. Wij denken dat de wijze waarop wij het doen, een amendement, welk amendement dan ook, op dit terrein overbodig maakt. Als de Raad hem instept dat wij u verantwoording geven naar die 250.000 euro en u de mogelijkheid geven om uw controlerende rol uit te voeren. En door gewoon via het presidium te zeggen, we willen nu met het college overleg, omdat we vinden dat er anders geschakeld moet worden. Dus dan maakt elk abonnement, op het moment dat u ermee akkoord gaat, maakt elk abonnement die op deze manier hiermee gaat werken, overbodig. Traditie de heer Gommeren. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik lees in de beantwoordingen van het college en op de eerste termijn lees ik wel dat er een verantwoording afgelegd wordt. Maar ik lees niet dat er van tevoren al een vooruitkijk, continu een vooruitblik geworpen wordt met begroting. Dus je kunt zeggen van, nou, hoe gaan we toen in een middenscenario, hoe moeten we toen in een zwaar scenario? Het zou kunnen zijn dat we daar natuurlijk al een lijstje van kunnen maken wat het ongeveer het kostte. En er zal er best een aantal PM-posten bij staan. Maar dat lezen we niet in het collegevoorstel, in het collegeantwoord. Wethouder. Voorzitter, op dit moment is het volgens mij heel simpel. We weten gewoon niet waar het contract komt. Wij kunnen een aantal inschattingen maken op basis van de wetgeving die er ligt. En op basis daarvan kunnen we inschatten van dat als mensen bijvoorbeeld gebruik gaan maken vanuit de 4000 euro vanuit het Rijk, dat er een overbruggingsperiode mogelijk is op het moment dat mensen nu echt in een knel komen en nu dat geld nodig hebben. En daar moeten we criteria voor oplossen. En het kan niet zo zijn dat we zeggen, bijvoorbeeld, we geven een bedrijf een ton en het andere bedrijf niet, want dan ben je heel snel door het geld heen. Dus het gaat echt om de bedrijven die aanspraak maken, met name op de rijksbudgetten, omdat we daar kunnen ondersteunen. En het gaat echt niet om heel, heel erg grote bedragen, want dat kunnen we gewoon niet trekken. Dus wat ik zeg, we gaan de komende weken werken aan criteria en op basis van die criteria gaan we altijd niet heel snel schakelen. En dan komen we bij u op terug. Introduceren, Henry. Ja, even voor de duidelijkheid, want ik denk dat u het daar goed mee zegt, maar even voor de duidelijkheid voor iedereen. Dat houdt in dus dat je bedrijven gewoon gaat financieren die op een gegeven moment voor bedraagjes die buiten alles valt. Dus buiten de bankfinanciering, herfinanciering, bedrijfsfinanciering of eventueel steun vanuit de overheid. Alles wat daar buiten valt en je kunt daar een bedrijf concreet mee helpen. Dat wordt vanuit de gemeente aan gefaciliteerd. Voorzitter, ik ga daar niet op vooruit lopen, want zoals ik aangeef, dit is heel complex. Dus dit moet goed uitgezocht worden. Het moet zowel juridisch als rekening houden met staatssteun. Wat doe je wel, wat doe je niet? Hoe hoog mag het bedrag zijn? Moet je dan voor iedereen doen? Mag het per sector? Mag het per... Noem het maar op. Elke regel, elk ding wat u kan verzinnen, kan ik ook verzinnen. En het houdt in dat als je de een doet, moet je de ander ook. En dat is wel een belemmerende maatregel. Dus we zullen daar voortdurend moeten kijken van wat kan wel en wat kan niet binnen bestaande wet en regelgeving. En we hebben gezegd, wij gaan dat nu niet helemaal uitzoeken, want daar is de tijd tekort voor. Maar de Raad, als u nu aangeeft van, hey, dit gaan we doen, we staan achter het 1 miljoen, dan zijn we met gisteren al begonnen om een traject uit te zetten hoe we daar moeten komen. En daar zult u vertrouwen in ons moeten hebben. En wij zullen moeten kijken hoe het moet. En dat u opmerking maakt over dat de vergadering beperkt is, klopt. Dus dat is geen argument om niet te vergaderen. Dus uiteraard aan u. En als u de setting zoals nu bekijkt, dan zou dat ook volgende week weer kunnen als het nodig zou moeten zijn.
Hoe kunnen we de crisis stappen vooruit zetten? U had het met name over een soort van projectteam. Nou, als u gelezen heeft wat wij allemaal doen op dit moment in de ambtelijke organisatie, dan is wat ons betreft daar geen enkel steun vanuit raad nodig. Wij doen wat we moeten doen. Dus elke stap die gezet moet worden, ook richting periode na de coronacrisis, zullen wij zetten. Er zijn projectteams nu aan de slag op wat voor onderwerp dan ook. Of het dan gaat om zorg, want daar ook zien we een probleem misschien na de coronacrisis. Dat geldt voor economie. Dus daar zult u echt alle vertrouwen hebben dat we dat doen. Dat doen we ook, want er zijn allerlei mensen mee bezig. Wat ik voor ze wil stellen bij de perspectiefnota, hier een doorkijk op te geven. Dus dat u dan weet van, goh, wat is de stand van zaken nu? Maar ook rekening houden met de financiële positie van de gemeente als het gaat om corona, maar andere zaken ook. Dus daar komen we dan bij de perspectiefnota op terug. Maar heb het vertrouwen dat we er absoluut mee bezig zijn. Als het gaat om bewoners die buiten wal en schip vallen, er vallen geen inwoners buiten de wal en het schip. Dus als er een hulpvraag is, wordt die hulpvraag beantwoord. En als die hulpvraag niet zelf wil verantwoordelijk zijn, worden mensen verwezen naar de hulpvraag die wel beantwoord worden door andere partijen. Dus dat is niet aan de orde. Als u daar specifieker vragen over heeft, dan kunt u die ook technisch stellen. Want tenzij u een voorbeeld heeft, dan is het wat makkelijker. Maar voor zover ik dat in kan schatten, valt er niemand buiten een vallend schip. Interruptie, mevrouw Bresch. Dank u wel, voorzitter. Wij hadden daar inderdaad ook al technische vragen over gesteld. En het antwoord daarop, dat was voor ons nog niet geheel duidelijk. Of we hadden toch het idee dat daar niet helemaal begrepen was zoals wij het bedoelden. In ieder geval de interpretatie was wat anders. Vandaar dat er ook een vervolgvraag op gesteld is. We weten dat er op dit moment bij Vraagwijzer echt aan iedere dag hulpvragen binnenkomen van mensen die gewoon op dit moment in de problemen raken. En dat kan te maken hebben door het feit dat zij minder inkomsten hebben of door het feit dat zij zelfs ontslagen zijn of door het feit dat de boodschappen gewoon duurder worden. Want ook dat merken we allemaal. En dat ze daardoor misschien op dit moment gewoon niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een fantastische voorziening in de voedselbank. Die u als college of als gemeente wie dan ook, die ook goed gesteund heeft. Evenals heel veel particulieren en bedrijven in de afgelopen ZLTO is daar ook bijzonder goed mee bezig geweest. Maar er zijn wel mensen, en ik begrijp dat er op dit moment zeker 25 à 30 huishoudens een hulpvraag weg hebben gelegd die niet bij de voedselbank terecht kunnen. En daar was vooral eigenlijk onze vraag ook op gericht van, goh, kunnen wij daar wat mee? Kunnen wij deze mensen ook helpen, ook al vallen ze misschien op dit moment niet binnen de kaders zoals die er liggen? Wethouder. Voorzitter, de regels voor de voedselbank zijn heel duidelijk. Het gaat niet om het inkomen wat je hebt, het gaat ook niet over wat je besteedt, maar het gaat over wat je uiteindelijk per maand overhoudt. Dus na alle aftrek van alle maandelijkse kosten die iemand heeft. Op het moment dat het beneden een bepaalde drempel valt, kunnen mensen altijd bij de voedselbank terecht. Dus, dus op het moment dat er mensen zijn die onvoldoende financiële middelen hebben, dan hebben ze dus kennelijk nog wel financiële middelen genoeg om het te kunnen financieren. Want op het moment dat dat niet meer aan de orde is, kunnen ze terecht bij de voedselbank. Dus, maar goed, als mensen die vragen, ja, ik kan het niet anders maken. Dus, want die regelgeving geldt voor iedereen. Volgens mij heb ik over de 4000 euro genoeg geantwoord, voorzitter. Volkspartij, ik dank u voor de complimenten richting mij. Maar geloof me, als ik zeg dat er in het college ontzettend hard gewerkt wordt, niet alleen binnen het college, ook binnen de ambtelijke organisatie, als ik kijk. Nou ja, goed, als je het over de voedselbank, ik ga geen namen noemen hier, maar als je kijkt hoe snel erop geschakeld is op het moment en waar andere gemeenten bijvoorbeeld afhaken of voedselbanken gesloten worden. Nee, hier wordt meteen contact gezocht met ondernemers. Wordt meteen gekeken van hoe kunnen we het financieren, hoe kunnen we mensen helpen. Het is echt ongelooflijk hoe snel er hier gereageerd is als het gaat om voedselbank. En dat is een compliment aan onze ambtelijke organisatie echt waard. Geldt ook voor het sociaal domein. Hè. Op het moment dat ik de hele club bij elkaar op jongens, wat is de stand van zaken, is iedereen aan de slag. Alle zorgpartijen zijn gevraagd, zijn geïnformeerd van wat is er aan de hand, wat heeft u nodig. Ja, dat is echt ongelooflijk. Dus wat ik zie in onze organisatie ben ik echt ontzettend blij mee. Bevoorschotting, renteloos lening of betaling achteraf of een gift. Wat ons betreft, maar goed, die criteria moeten samengesteld worden nog. Maar wat ons betreft gaat het over renteloze lening. En wordt terugbetaald op het moment dat het Rijk over de brug komt met bijvoorbeeld die 4000 euro. CDA, hebben wij voldoende capaciteit om het allemaal te doen? Ja, dat denken wij wel.
Op het moment staat deze hele organisatie in het teken van corona. En dat houdt ook in dat sommige dingen even niet kunnen. En dat houdt ook in dat de sommige beleidsstukken die wij in het college afgesproken hebben, er wel met de raad afgesproken, dat we dat even vooruit schuiven. Daar komen we overigens nog bij u terug. Dit heeft gewoon prioriteit. Dit is een crisis waar we nog nooit mee geconfronteerd zijn. Onze voorzitter heeft het heel duidelijk gemaakt. U ook. Dus hier moeten we mee aan de slag. Dus er maakt capaciteit voor vrij. Even kijken, u had ook nog een vraag over de 67 vragen van ondernemers. Er is een inventarisatie die geweest is. Ik weet niet precies welke vragen dat zijn. Ik denk ook dat dat niet aan de orde is. Wat we wel zien inmiddels, want dan heb je het over de 67, maar dan zien we naar wat er bij de ISD gebeurt. Voor Brabantse Wal hebben we inmiddels ruim 1400 aanvragen voor steun vanuit de TOZO. Dus vanuit de maatregel van de gemeente. Dat geldt voor ons ruim 200. Er wordt nu ontzettend hard op geschakeld vanuit de ISD om dat zo snel mogelijk geregeld te krijgen om te komen tot een uitkering van met name de lening. Want de rest moet kennelijk nog via de Raad van State geregeld worden. Maar daar wordt ontzettend hard op geschakeld als het gaat om al die ondernemers. Dus die 67, daar is contact mee geweest. Maar we weten dat er veel meer ondernemers zijn die vragen hebben en die aanspraak willen maken op de regelingen die er nu zijn. D66, u stelt verschillende vragen over taalachterstand. Ik stel voor om die gewoon schriftelijk te beantwoorden. Als u iets onvoldoende vindt, dan zal ik vragen aan de organisatie om daar nog een aanvulling op te geven. Want ik kan dat gewoon nu niet beantwoorden. Als het gaat om... Interessie, de heer Huisman. Dank u, voorzitter. Het is toch een heel belangrijk onderwerp. Maar goed, het is een bijzondere vergadering, dus akkoord. Maar dan zijn natuurlijk de vragen die wij opgenoemd hebben uiteraard automatisch wel schriftelijk. Dus wij vragen daar gewoon een schriftelijk antwoord op. Uithouden. Krijgt u. Verder een aantal vragen over de 15 miljoen... Toezegging, begrijp ik. Ja, toezegging. Als het gaat om de 15 miljoen, we hebben die vraag technisch beantwoord. En wat mij betreft blijft het erbij. Want daar hebben we mensen voor die daar heel veel verstand van hebben. Bovendien, ja, is heel simpel, er zit geld in de algemene reserve. Als wij als gemeente niks te makken hadden, dan hadden wij dit voorstel ook niet aan u gedaan. Dus het geld is beschikbaar, het hoeft niet uit de 15 miljoen. Bovendien, en ik denk dat daar ligt uw kaderstellende rol ook, bij de perspectiefnota zal die 15 miljoen gewoon op tafel liggen, is dat een onderdeel van de doorkijk van de financiën richting de komende jaren. Kunnen we ook weer een integrale afweging maken als het gaat om de besteding daarvan, en ik stel voor op dat onderwerp dan terug te komen. Interruptie, de Huisman? Nee, voorzitter, daarbij zijn we het niet mee eens. Want nog steeds uit de beantwoording van de heer, van het college. Het hoeft niet daaruit te komen. Het zou daar niet zo kunnen. Het zijn allemaal van die halve beslissingen. Nee, kan het of kan het niet? En de technische beantwoording was daar ook eigenlijk niet duidelijk in. Uithouden. Voorzitter, ik kan niet anders zeggen dan dat mijn ambtelijke organisatie duidelijk in is. En volgens mij is dat technisch antwoord ook helder. Het kan niet. Klaar. Verder heb ik volgens mij geen vragen meer, voorzitter. Kijk even rond, want ik kan me voorstellen misschien wel toch wat vragen zijn. Want dat moet nu dan met een interruptie, omdat het tweede termijn is. Nee? De heer Bani. Ja, dat ging over geweld achter het woord, huiselijk geweld. Dank u. Wethouder. Voorzitter, dat ging over die app. Die app moet nog, die is in ontwikkeling. Dus ik snap uw opmerking om dat via een andere manier te doen, maar die andere manieren zijn er. De app is iets meer dan alleen melding. De app zit heel veel aan materiaal achter waar mensen terecht kunnen met hun vragen, de verwijzingen erachter. Vraag me niet helemaal hoe die app eruit ziet en wat die doet. Maar als het gaat om het kunnen melden van huiselijk geweld, kunnen mensen altijd overal terecht. Of bij de huisarts, of bij het meldpunt Veilig Thuis, waar dan ook. Dus er zijn diverse meldpunten waar mensen terecht kunnen. De app geeft een iets andere manier van werken als het gaat om huiselijk geweld. Dus die is in ontwikkeling en die komt dan op de markt op het moment dat dat in orde is. Dus het alleen doen via de gemeentelijke app voegt nu niks toe aan de meldpunten die mensen op dit moment al hebben. Interruptie, de heer Huisman eerst. Dank u, voorzitter. Ik mist sowieso één, misschien twee. Eén was gewoon de technische, of de vraag, het was niet technisch. Wat de verschillen zijn tussen de twee eerste termijnen die vanmiddag gestuurd zijn. We hadden daar twee verschillen in gezien. En klopt het dat het daar blijft? En de tweede was over enige vorm van beantwoording over het inkoopbeleid. Terwijl ik me realiseer dat het misschien dat wel schriftelijk kan. Dat weet ik niet, want ik dacht alleen dat het over het onderwijs schriftelijk zou komen. En niet alleen over het inkoopbeleid. Wethouder.
Voorzitter, de verschillen tussen de twee termijnen, die kan ik niet zo goed plaatsen. Welke verschillen heeft dit over? Er is... Ja, Huisman. Voorzitter, er zijn vanmiddag twee verschillende betogen opgestuurd van, oftewel eerste termijnen van het college. En dat zijn twee documenten en daar zitten verschillen in. Dat had ik al opgenoemd. Er zitten al sowieso twee verschillen. Wij vroegen ons af of dat buiten de inhoud van motie stekken na de corona en het amendement, de reactie van het college op het amendement van Gewoon Lokaal, die is verdwenen en alleen de reactie van de VVD is overleden. Of die twee aspecten de enige verschillen zijn in die twee termijnen. Wethouder. Dat is correct. Dat zijn de enige verschillen. U had nog een interruptie, heer Bali? Nee? De heer Remery. Ik had nog een verduidelijkende vraag. Betreffende die bevoorschotting van 4000 euro. Als, even kort op de bocht. Als morgen een ondernemer daarmee in verlegenheid zit en die kan gewoon nu al bellen met de gemeente om zoiets om in die situatie in te springen. Wethouder. Laat ons daar even goed over nadenken. Ik heb gezegd dat we daar de komende week over na gaan denken hoe we dat gaan doen. Want het is heel simpel. Daar zit een, het is niet zo simpel als het lijkt. Dus er moet goed over nagedacht worden hoe we dat gaan doen, onder welke voorwaarden. De ambtelijke organisatie moet er klaar voor zijn. Want als je nu zegt de een, dan moet de ander ook. Dus zo simpel is het niet. Maar het tempo daarin is wel groot. Dus op het moment dat dat nodig is, moeten we kunnen schakelen. Maar we moeten er wel klaar voor zijn. Dank u, wethouder. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van de beraadslagingen. Dan ga ik over tot het in stemming brengen van de voorstellen. Als eerste het amendement, ingediend door de VVD. Ik kijk wel even naar D66. U kunt even stemverklaring geven. Dank je ervoor voor het college. Ja, een korte stemverklaring. Wij zijn voor. En ik denk dat dat wel heel duidelijk is waarom. Dank u wel. Dan de beraadslaging aangehoord hebbende, kom ik tot de conclusie dat daarmee het amendement is verworpen. Met 7 stemmen tegen en 4 stemmen voor. De VVD, D66 en PvdA worden geacht voorgestemd te hebben. Al dus besloten. Dan kom ik bij het voorstel. En als ik het goed heb, is het voorstel aangenomen met 11 stemmen voor en 0 tegen. Kijk even rond, al dus besloten. Dan kom ik bij agenda punt 9. Tot de sluiting van deze vergadering. Ik dank u echt van hartelijk dat u de moeite heeft genomen om in deze bijzondere omstandigheden hier aanwezig te willen zijn en deze vergadering te willen bijwonen. We doen het allemaal voor onze inwoners en dat is bij deze vergadering wel heel erg duidelijk. Nogmaals dank daarvoor. Ik wens alle kijkers thuis ook een fijne avond, voor zover dat kan. En graag tot de volgende keer. En als laatste, pas goed op uzelf en op elkaar. Ik sluit daarmee de vergadering.